Deze film over de Makkemerwaard geeft u een beeld van het vogelleven in dit buitendijkse natuurgebied. Door de jaren heen zijn hier meer dan 220 verschillende vogelsoorten waargenomen. Enkele van deze soorten zullen we uitvoerig in beeld brengen, zoals de waterhal, de roerdomp en het ijsvogeltje. In het vroege voorjaar, als het ijs nog aan het smelten is, is er voor de vogelaar veel te beleven op de waad. Wintergassen trekken zoals de kleine zwaan en de bonte strandloper weer noordelijker. En andere soorten als tureluur en kluut nemen hun plaats in. De sneeuwgos, nu in winterkleed, doet zich op het strand te goed aan de onkruidzaden en zal spoedig vertrekken naar noordelijke hoge bergen met boomloze hoogvenen en toendra's om daar hun jongen groot te brengen. De waad bestaat voor een groot gedeelte uit rietland, waar de kleine karakiet en de rietzanger zich thuis voelen. En hun lied laten ze graag horen om een partner aan te lokken. In deze periode paaien hier ook honderden braadsems in het ondiepe water van de waad. Thank you.
Lepelaars zien we met enkele tientallen in het voorjaar om hierbij te tanken. Na een aantal dagen trekken ze door naar de Waddeneilanden om daar te broeden. Ze overnachten zowel op de Zuidwaard als in het ondiepe gedeelte van de Kooiwaard. In het najaar keren ze hier weer terug, vergezeld van een jongen. Hun aantal kan dan oplopen tot 80 stuks. Begin april zijn er nog veel steltlopers op doortrek, zoals de gutto's en de zwarte ruiters. Het zijn hoofdzakelijk de IJslandse gutto die we dan hier nog aantreffen. Eind april is alles binnen en vormen de eenden, zoals de slopeend, de krakeend, de krooneend en de pijlstaart, al paadjes en zoeken een veilig plekje om te nestelen. Daarvan is de krooneend, voor dit gebied met enkele broedparen, een echte nieuwkomer. Thank you.
De fuut is hier een koloniebroeder. Paatjesfuten voeren een complete balsritueel op, waarbij ze onder water duiken en bovenkomen met planten die ze elkaar aanbieden. De bruine kiekendief is met enkele broedparen aanwezig en nestelt het liefst in oud riet. De kleine, kleurige zoombetaling is een schaarse zomergast in Europa en komt hier met enkele paren op de waard voor. Hij brengt de winter door in Afrika. De dodaars brengt een groot deel van zijn tijd onder water door. Hij duikt naar kleine visjes, waterinsecten en weekdieren, waarbij hij met een klein sprongetje onderduikt en als een kurk weer boven komt.
Roodborst daarbuiten zien we zelden op de Waad, maar een enkele keer komt hij hier toch te broeden. Ook de hop is een zeldzame verschijning op de Waad en is dan op doortrek naar het noordoosten. Daar zal hij de jongen grootbrengen. De kleine karakiet heeft wel eens een tweede legsel en doet zijn best om de jongen van het eerste nest uit het territorium te verjagen om zo ongestoord zijn nieuwe legsel weer groot te kunnen brengen. De grauwe gans ruit het liefst gezamenlijk op de Noordwaad waar rust is te vinden. Hun aantal is de laatste jaren aardig stabiel gebleven. Dit geldt ook voor de aalscholver. De vogels voelen zich even thuis op zoet als op zout water. De grote zilverreiger is wel een broedvogel voor de Waard met enkele tientallen tussen de nesten van de blauwe reigers. Na het broedseizoen slapen ze hier met soms wel 100 tegelijk in het ondiepe water van de Waad. In het midden van de zomer zien we hier veel oude vogels met hun jongen fourageren. Wow.
De baatman is totaal afhankelijk van uitgestrekte rietvelden. Hij eet de rupsen van de rietstengels en zaden uit de rietpluimen of insecten op de modderige bodem eronder. De jongen blijven een lange periode onder de hoede van de ouders en jongen van meerdere lessels blijven tot na de winter bij elkaar. De waard herbergt een rijke plantenwereld waar veel insecten op afkomen, waaronder een grote groep dag- en nachtvlinders. Veel rupsen hebben als voedsel voor de jonge vogels gediend. Maar eenmaal als vlinder hebben ze minder te vrezen. Soorten als het Icarisblauwtje, Atalanta, bruin zandoogje, groot koolwitje, klein geaderd witje, dagpauwoog, kleine vos en het landkaatje kunnen we op het koninginnenkruid aantreffen. De grote bonte specht fourageert 's winters in de wilgenbosjes, maar heeft grote stammen en takken nodig om in te nestelen. Hij weet grote hoeveelheden rupsen en insecten aan de jongen te voeren en is dus zeer nuttig in zo'n biotoop. De wintertaling is een kleine algemene zwemeend. Hij is wendbaar en snel in de lucht, maar in de ruiperiode zijn ze net als alle andere eenden genoodzaakt minder actief te zijn. De waterral is vaak moeilijk te zien. Niet zozeer omdat hij schuw is, maar vanwege de gewoonte zich in de dichte begroeiing op te houden. Soms is hij op een open stuk modder zeer goed zichtbaar.
Door de eisen die hij aan zijn leefmilieu stelt, is zijn verspreiding zeer lokaal en hij is meestal zeer zeldzaam. Maar grote rietvelden kunnen grote populatie herbergen, zo ook op de Waad. In de schemering is zijn varkensachtige kreet regelmatig hier te horen. Het waterdichte en isolerende verenkleed van de ijsvogel bestaat uit korte, dichte veren die tot 6 keer per dag gepoetst en gekamd worden. Dit kan per keer 15 minuten duren. De ijsvogel kent een voor de vogels unieke poetsbeweging. Hij wrijft over zijn kruin met de binnenkant van zijn vleugel. Ook neemt de ijsvogel regelmatig een bad door een paar keer achter elkaar in het water te duiken. De meeste mensen die voor het eerst een ijsvogel zien, vinden hem verrassend klein. Hij is ongeveer zo groot als een spreeuw. Hij is ook, ondanks de felle kleuren, veel onopvallender dan men zou verwachten. In de schaduw van het riet boven het water is hij moeilijk te ontdekken. Vaak is het zijn felle roep die de aandacht trekt, gevolgd door een glimp van een felblauwe rug boven het water. Maar soms laat hij zich beter bekijken door vanaf een tak of een paal te vissen. De ijsvogel heeft een snelle vlucht, vaak vlak langs het wateroppervlak. Hij kan op deze manier snelheden bereiken van meer dan 80 km per uur. De vleugelslag is snorrend afgewisseld met de korte glijperiode. Hierdoor is er van een ijsvogel in de vlucht zelden niet meer te zien dan een blauw-oranje flits. De ijsvogel komt hier door de lage oevers niet tot broeden. Maar in de nazomer kunnen we enkele vogels op de Waad aantreffen, waaronder ook ouders met jongen. Bij een niet te strenge winter blijven enkele exemplaren hier dan ook wel overwinteren. Als hij een duik neemt om vis te vangen, komt er een doorschijnend knipvlies voor zijn ogen om dit te beschermen. Een soort duikbril. In het najaar zijn door het paaien veel kleine visjes hier aanwezig. De niet verteerbare etensresten, zoals graten en schubben, worden in de vorm van een balletje uitgebraakt. Afhankelijk van de lichtval kan de kleur van het ijsvogeltje van blauw naar groen uitstralen. De mannetjes zijn enkel van de vrouwtjes te onderscheiden aan de kleur van de basis van de ondersnavel, die bij het vrouwtje dofrood is en bij het mannetje net zo zwart als de bovensnavel. Jongen onderscheiden zich van volwassen exemplaren door de valere verenkleed met donkergrijze gerande borstveren, gevlekte kruin, lichte snavelpunt en donkerbruine poten.
De ijsvogel is voor het jagen afhankelijk van wateren die helder en ijsvrij zijn met veel kleine visjes. Het liefst leeft hij in schaduwrijke gebieden waar hij bij de jacht niet wordt gehinderd door de reflectie van het licht. De vis wordt eerst tegen een tak bewusteloos geslagen alvorens hem op te eten. Incidenteel trekt hij 's winters weg. Strenge winters zijn funest. De stand kan dan meer dan gedecimeerd worden. Tijdens de trek kan hij afstanden van wel 2000 kilometer afleggen. Vogels uit Scandinavië worden in de winter ook wel in Nederland aangetroffen.
In de herfst zien we hier vele soorten watervogels en steltlopers als de kemphaan. En bij een niet te hoge waterstand komt hier ook de watersnip in grote aantallen voor. De krooneend is een planteneter die in ondiep water fourageert op onder andere kransvieren en fonteinkruid. Binnenkort zal hij naar warme streken vertrekken om daar te overwinteren. Ze verzamelen zich hier in grote groepen voor de trek naar het zuiden. Bij wintersweer zien we vaker wat reeën op de waard. Er bevinden zich donkere exemplaren tussen, waarvan sommige bijna zwart lijken. Als de winter doorzet, zien we in de wakken op de waard verschillende zaagbekken als nonnetje, grote zaagbek en middelste zaagbek. Ze duiken onder het ijs om te vissen om daarna weer in het wak boven te komen.
In het Rietland treffen we in de winter weer andere soorten aan als waterrallen, blauwe reigers en roerdompen. De plaatselijke vogelwacht voert deze soorten bij een aanhoudende winter met vis. De vis wordt bevroren verstrekt om niet aan het ijs vast te vriezen. Als eerste zien we de waterrallen op de vis afkomen. Daarna de blauwe reiger en tot slot komt de roerdomp uit het riet tevoorschijn om zich eveneens te goed te doen aan tafeltje dekje. Onderling voeren ze allemaal een strijd en er zijn altijd een paar heersers, vaak oudere mannetjes, die het op de voederplek voor het zeggen hebben. De roerdomp komt hier winterdag aangevuld met Oost-Europese overwinteraars in een vrij groot aantal voor. Bij een strenge winter kunnen hier meer dan 10 tegelijk waargenomen worden. Enkele individuen trekken uit het broedgebied weg om in zuidelijke landen te overwinteren. De wegtrekkers zijn voornamelijk vrouwtjes met hun jongen en de blijvers zijn de mannetjes. De roerdomp is al eeuwenlang een broedvogel van Nederland, zoals blijkt uit verslagen uit de 15e eeuw. Nederland telt een kleine 100 broedparen, waarvan er enkele op de water broeden komen. De vogel stelt hoge eisen aan het broedgebied. Deze moerasvogel heeft een sterke voorkeur voor ongestoord moeras in laagland met uitgestrekte rietvelden. Deze moet bestaan uit jong, dicht op elkaar staand riet, afgewisseld met oud riet dat in laagwater staat aan een vloeiende oever. Het waterpeil mag niet te veel fluctueren en in de buurt moet ook diepe water aanwezig zijn. Aan deze criteria voldoet de waad ruimschoots.
Ik hoop dat deze film u een beeld heeft gevormd over het rijke leven op de Waadt en in het bijzonder de vogels. De grote verscheidenheid aan vogels is mede te danken aan het waterpeil van het IJsselmeer. De rust die er heerst en de ligging van de Waadt ten opzichte van de trekroutes zoals naar de Waddenzee. Bij slecht weer weten ook veel waddenvogels de Waadt te vinden om het betere weer af te wachten. Al met al, de Waadt is een echt vogelparadijs.